In deze video gaan we kijken wat er bedoeld wordt met een eenhedenbeschouwing. En zoiets komt ook nog wel eens voorbij in toetsen en eindexamens. En wat je goed moet onthouden is dat je bij een eenhedenbeschouwing gebruik maakt van het volgende gegeven: dat bij elke natuurkundige vergelijking, elke kloppende natuurkundige vergelijking, de eenheid links van het is-teken gelijk moet zijn aan de eenheid rechts van het is-teken. Nou, met die kennis kan jou twee dingen gevraagd worden. Dat is uh, dat je gaat controleren bij een vergelijking of die klopt, of dat je gaat afleiden bij een vergelijking die nog niet helemaal bekend is, waarbij één term nog niet bekend is, uh, wat dan de eenheid is van die term. Wij gaan in ons voorbeeldje gaan we het tweede doen en laten we eens kijken naar het voorbeeldje dat ik uh, wil gebruiken. Dat is eigenlijk een heel eenvoudig voorbeeldje, namelijk uh, ik heb een uh, massa aan een uh, touwtje en ik laat die massa slingeren en dan blijkt dat de trillingstijd van die massa de periodetijd alleen maar afhangt van de lengte van het touwtje en ik krijg daar deze vergelijking voor t is 2 pi maal de lengte gedeeld door de valversnelling tot de macht en en nu is de vraag van uh, deze opgave als het ware kun je nu door middel van de eenhedenbeschouwing achterhalen wat de waarde moet zijn van n. Nou, allereerst ga ik even aangeven dat ik een eenhedenbeschouwing ga doen. Dus dat ik in deze vergelijking puur en alleen ga kijken naar de eenheid van elke grootheid. En dat ik niet geïnteresseerd ben in het daadwerkelijk gebruiken van die vergelijking om iets uit te rekenen. Nou, daar is een afspraak voor. Dat is namelijk door, uh, dat je de grootheden. Uh, dat je daar een haak omheen zet voor en achter de grootheid. Uh, hiermee laat ik dus zien, ik ben hier puur aan het kijken naar de eenheid. En de eenheid voor het is-teken moet gelijk zijn aan de eenheid na het is-teken. Nu kan ik gelukkig de boel wel een beetje vereenvoudigen. Want als ik kijk aan de rechterkant van het is-teken, dan staat daar bijvoorbeeld 2π. En ik weet dat 2π is gewoon een getal en heeft geen eenheid. En omdat ik hier puur kijk naar de eenheden, mag ik dus die 2π. Vanaf nu ook gewoon weglaten. Het, het voegt niks toe aan mijn beschouwing. Ik hou dan nog een uh, L en een G over aan de rechterkant. En ik mag net zo goed ook die haakjes om de L en de G zetten. En dan krijg ik zoiets. Dit ziet er al wat vriendelijker uit. Uh, dus de eenheid van de uh, trillingstijd moet gelijk zijn aan L G tot de macht iets. Nu wordt het tijd dat we de eenheden gaan invullen. Dus ik ga dadelijk voor de. Voor de hoofdletter t ga ik de eenheid invullen, voor de lengte l ga ik de eenheid invullen en voor de valversnelling g ga ik de eenheid invullen. En als ik dat doe dan ziet dat er uh, zo uit: en dan krijg ik voor het is-teken een seconde en na het is-teken krijg ik boven de streep de meter, want dat is de eenheid natuurlijk van uh, lengte, en onder de streep meter per seconde in het kwadraat, want dat is de eenheid van versnelling. Nu ben ik al heel eind uh, richting mijn antwoord. Ik kan. Uh, Namelijk de twee images die kan ik al wegstrepen, want die staan boven en onder. En ik kan ook nog die seconde min 2 uh, naar boven halen, boven de streep zetten. En uh, dan maak ik gebruik van uh, delen door een breuk, is vermenigvuldigd met omgekeerde. Dus 1 gedeeld door seconde min 2 is hetzelfde als seconde plus 2. En dan krijg ik uh, deze uh, vergelijking. Dus 1. Seconde moet gelijk zijn aan seconde kwadraat tot de macht iets, dan moet je even goed kijken natuurlijk, wat moet ik dan doen met die seconde kwadraat om daar uiteindelijk seconde uit te krijgen? Want voor het is teken staat ook seconde. Ja, ik moet daar de wortel van nemen. Dus hoe groot is de waarde van n? De waarde van n is een half, want iets tot de macht een half is hetzelfde als de wortel van iets.